zitten nu meer mensen op de eerste rij dan er in de zaal zaten toen ik 10 jaar geleden voor het eerst met een solovoorstelling in Amsterdam optrad. En die, er waren geloof ik 11 mensen die er toen waren. Die 11 mensen, dat was, bleek ook al heel snel niet mijn publiek. Als na 5 minuten iedereen collectief besluit oogcontact te mijden, dan weet je dat het geen heel succesvolle avond wordt. Althans, die ervaring heb ik nu. Toen dacht ik van, nou ja, ik ga gewoon door. Wie weet dat er aan het einde van de voorstelling iets zit waar ze dan toch nog zin in hebben. Dus dat was geen hoogtepunt. En nu zit het helemaal vol. Nee, is heel gek, want ik weet nog dat ik daarna naar die... Dat was zo'n verschrikkelijke avond. Dat je gewoon een hele avond tegen zwijgende mensen en vooral veel lege stoelen aan hebt staan praten. Het was een verschrikkelijke avond. Ik liep de volgende dag door de stad en ik kon alleen maar denken, ik ga nooit een eigen publiek krijgen. Terwijl dat is natuurlijk toch wat je hoopt als je begint als theatermaker. Dat je denkt, ik ga op een dag een eigen publiek. Nee, ik wist op dat moment, nee, dat gaat gewoon nooit meer gebeuren. Daar was echt, was ik van overtuigd. En het gekke was, ik wist wel precies wat voor mensen mijn publiek zouden zijn. Dus dan liep ik door de stad en zag ik, ja, jij zou voor mij... Ik heb altijd precies geweten hoe mijn ideale publiek eruit ziet. Nee, maar dat beeld heb ik bij moeten stellen. En dan zeg ik altijd tegen mezelf, Micha, dat mag je die mensen nooit kwalijk nemen. Dit is blijkbaar wat je verdient. Heeft denk ik 2 jaar geduurd. Dat ik 2 jaar lang door het land toerde. En dat er 2 jaar lang alleen maar mensen in de zaal zaten die mij nog nooit gezien hadden. Die ik nog nooit gezien had. En dat het... Bij het derde jaar... Opeens zaten er een paar mensen in de zaal waarvan ik voelde, hé, die zijn teruggekomen om mij nog een keer te zien. En dat is een heel raar moment, omdat je dan voor een soort keuze wordt gesteld van, wat ga ik doen voor die mensen? Ik bedoel, ze hebben me al een keer gezien. Het enige wat je dan kan doen is meer van jezelf laten zien. Maar mijn angst was van hoe meer ik van mezelf laat zien, hoe groter de kans dat zij zeggen, oh nee, weet je wat, laat maar, we hebben ons vergist. Maar ik heb gemerkt dat hoe meer ik van mezelf liet zien, hoe meer jullie lieten merken, Micha, kom maar, we nemen je zoals je bent. Ik denk dat wij, jullie en ik, hè, de afgelopen 10 jaar ook echt steeds dichter bij elkaar zijn gekomen. Ja. En dat we elkaar nu zo goed kennen... dat ik eigenlijk niks meer hoef te zeggen. Mijn aanwezigheid alleen is genoeg. Toch? Want ik stond net in de coulissen te denken, hoe zal ik opkomen? En ik zou natuurlijk ook zo hebben kunnen opkomen. Dus van, wacht even hoor. Hey mensen, alles goed? Heeft iedereen er zin in? Waarschijnlijk hadden jullie dan meteen allemaal laten merken van, Micha, rustig aan, rustig aan. Je hoeft je niet te bewijzen. We kennen je. We wilden gewoon even zien hoe het met je was. In die 10 jaar zijn we denk ik nu hier.
En dit is voor mij de hoogste vorm van intimiteit die we nu hebben. Dat je met elkaar in een ruimte kan zijn. En dat als er een keer een stilte valt, het geen moment ongemakkelijk voelt. Heb je het wel eens? Dat je een herinnering hebt aan iets. Een hele duidelijke herinnering. En dat je denkt, ja, maar zo was het niet. Waarom niet? Nou, ik was er zelf bij. Dus dat je herinnering niet overeenkomt met datgene wat je je herinnert. Oké, ik ga een voorbeeld geven. De grote vakantie. Vroeger, als wij met de hele familie op vakantie gingen, dat was iets waar we onwaarschijnlijk naar uitkeken. Ieder kind kijkt er naar uit. Alleen er was één ding wat ik verschrikkelijk vond. En dat realiseerde ik me ongeveer een week voordat dat vakantie begon. Dan zag ik mijn vader het imperiaal op het dak van de auto schroeven. En dan was ik, oh god, straks moeten we achter in die auto die eeuwige rit naar het zuiden. En dan hadden mijn ouders weer Portugal of Zuid-Spanje of Italië bedacht. En dan wist ik, moesten we straks achter in die auto. En dat vond ik verschrikkelijk. He, dan zeg ik, dan zat je achter in de auto, deuren dicht en dan niets. Eeuwig niets, gewoon achter in de auto, niets. Hoe lang? Eeuwig. Ik heb het over de tijd voor de iPad, voor de iPod. Zat je achter in de auto, gewoon niets. Verschrikkelijk vond ik dat. En wat ik me ook herinner van die reis was de hele tijd een stemmetje mode. Hoe lang nog? En dan wist ik, dat moet je nooit vragen. He, want je moet, als je eenmaal gevraagd hebt hoe lang nog, en het blijkt nog best wel lang te zijn, kan je het eigenlijk nooit meer vragen. En dan is alles daarna exponentieel veel langer. Dus wat ik me herinner van die rit is dat ik de hele tijd alleen maar vocht tegen dat stemmetje. Hoe lang nog niet vragen? Maar weet je, je bent een kind en er is altijd een moment dat je even niet oplet en dan op vroeg of laat dan spoot het eruit. Dan hoorde ik mezelf opeens zeggen, mama, zijn we er bijna? En dan draaide mijn moeder zich om, zei ze, we zijn net voorbij Eindhoven. Verschrikkelijk vond ik dat. En toch, als je me nu vraagt, noem een moment uit je jeugd waarop je volmaakt gelukkig was, dan ben ik geneigd te zeggen, nou, als we dat moment dat we vroeger met z'n allen op vakantie gingen, het moment dat je in de auto zat, deuren dicht, vakantie, heb ik hele goede herinneringen aan. Terwijl op het moment zelf was het verschrikkelijk. In mijn herinnering fantastisch. De ervaring zelf ondraaglijk. En ik hoop dat jullie over een week op eenzelfde manier terug kunnen denken aan vanavond. En hoe denken jullie dat het verder gaat? Oké, dit is een trucje wat ik van mijn vader heb afgekeken. Zo kort vertellen, mijn vader, die vertelde mij en mijn broertje altijd een verhaaltje voor het slapen gaan. Dan was het licht al uit, lagen wij in onze bedjes en dan vertelde hij ons een verhaaltje over twee jongetjes die dag vaak vrijwel hetzelfde hadden meegemaakt als wat wij hadden meegemaakt. Nou, de eerste keer denk je, dit is toeval, maar op een gegeven moment ga je een patroon herkennen. Ik ben daar behoorlijk paranoïd van geweest. Ik weet nog, toen gingen we naar de dierentuin en dan kon ik alleen maar denken, zij moeten hier nu ook rondlopen. En zij maakten ook altijd iets mee dat net iets spectaculairder was dan wat wij hadden meegemaakt. Weet je, hadden wij een olifant gezien? Denk je, nou, dat is een goed verhaal, olifant gezien. Wat bleek? Hadden die jongetjes op de rug van een olifant door de stad gereden en met een slurf de brand geblust. Ik mocht die jongetjes niet. En ik troostte mezelf altijd met de gedachte dat ik wist dat er op het moment dat wij daar in bed lagen, er ergens in Nederland twee jongetjes ook in bed lagen, die ook een verhaaltje kregen over twee jongetjes die bijna hetzelfde hadden meegemaakt, maar dan aanmerkelijk minder spectaculair. En midden in die verhaaltjes wilde mijn vader heel zo nu en dan opeens zelfs helemaal stilvallen en dan zei hij, en hoe denken jullie dat het verder gaat? Ik weet nog hoe die vraag binnenkwam. En lag ik lekker te luisteren in mijn bedje en opeens,
Ik bedoel, er is een zwerm van mogelijkheden die dan op je afvliegt. Ik bedoel, hoe het verder gaat. Ik bedoel, hallo, jij vertelt het verhaal. Ik bedoel, er zijn zoveel opties. Ik voelde ook mijn broer naast mij verdrinken in het moeras der mogelijkheden. En dan lagen we daar echt totaal in hoed verder. En opeens doorbrak mijn vader die stilte. En dan zei hij, ik zal jullie vertellen hoe het verder gaat. Maakte hij het verhaaltje af. Verdween hij naar de gang. Deur dicht. Zagen we hem niet meer terug. En pas jaren later heb ik begrepen wat er aan de hand was. Dat waren gewoon de momenten waarop mijn vader zelf even niet wist hoe het verhaaltje verder moest. Maar in plaats van te erkennen van, nou jongens, papa kan even niks verzinnen, zei hij dan, hoe denken jullie dat het verder gaat? En terwijl wij daar in totale paniek een oplossing voor die vraag zochten, gebruikte hij de vrijgekomen tijd om snel een einde aan het verhaaltje te verzinnen, zodat hij lekker naar beneden kon om nog wat aan zijn avond te hebben. Nou, Amsterdam, de kleine komedie. Ik vond het vroeger altijd heel leuk om hier te staan. Nou, ik was hier al vandaag, hier, om, ik was vandaag al om 1 uur. Ja, het is middags, hè. De pers schrijft niet voor niks, Wertheim is het publiek altijd net een paar stappen voor. Ik zeg ook altijd, avant-garde is niks anders dan je alarmklok een paar uur eerder zetten en dan halen ze hier nooit meer in. Ik was hier al om 1 uur. En om me voor te bereiden ben ik toen eventjes in Grand Café de Jaren gaan zitten. Even de krant lezen, kijken of er nog iets is in de... Ga je nou haar de hele tijd uitleggen wat ik zeg of zo? Overschat jij nou jezelf of onderschat jij je vriendin? Wat is die? Zit een man... Laat er lekker even met jezelf kijken, joh. Het feit dat jij het moeilijk vindt... Oké, er zit een gek op rij 3. Hardste lach van de avond, ten koste van jou tot nu toe. Dan moet ik zeggen, nee, maar ik had het even nodig. Ik voelde, wat de zaal nodig heeft, is een idioot. Nou, daar zit hij. Nee, maar dat schept een band. Kijk je wel eens naar die persprogramma's? Ja, jij kan er niks aan doen, je zat er lekker in, hè? Maar kijk je wel eens naar die persprogramma's op televisie? Daar ben ik dol op. Dat zijn persprogramma's. En dat gaat dan over een school. En er wordt dan één iemand in de klas verschrikkelijk gepest. Vaak wel een leuke klas. In de zin dat je denkt, nou, ze werken samen. Alleen is dus één iemand die er buiten valt. En er is altijd een scène dat ze diegene thuis opzoeken. En diegene is helemaal behaald. En het is allemaal heel naar. Maar er is altijd een moment dat je er naar kijkt. En je denkt, ja, maar ik snap het wel. Nee, maar daar kan hij niks aan doen. Kijk, wat het namelijk is dat als een groep eenmaal besloten heeft, die is niet lekker, dan ga je het vanzelf in zo iemand zien. Ik zie ook mensen vooruit en kijken, oh, ja, maakt een idioot. En jij denkt, nou, zal wel meevallen, maar dit gaat gevolgen hebben. Ik zie heel goed dat het niet leuk is voor jou, maar moet je eens even kijken voor mij. Heel veel succes. Schept een bad. Dus wat was ik aan het vertellen? Ik was naar Grand Café de Jaren. Dat zit hier achter. En daar zat ik aan de leestafel. En ik denk, ik ga eventjes me verdiepen in de actualiteit. Want wie weet zit er nog iets leuks in. En bij de Jaren was ik de kant aan het lezen. Ik had de New York Times, hadden ze daar ook. En toen dacht ik, nou ga ik die lezen. En het stond, dat was wel aardig, er stond een stukje in over de top 1%. Van Piketty. Ik weet niet of mensen nog een beetje weten. Piketty is eigenlijk een Franse econoom die zegt, er is 1% van de wereldbevolking die steeds rijker wordt. En 99% van de wereldbevolking die steeds armer wordt. En dat is... ik zie nu heel veel mensen kijken, Piketty, het is toch Piketty? Maar dat doe ik expres. Ik spreek die naam precies anders uit dan jullie denken. En dan denken jullie, huh, spreek je dat zo uit? Micha weet dat dan... Nou, dan zal Micha ook zijn boeken wel gelezen hebben. Klein truc. En geef mij een soort autoriteit. Maar ik vind het wel fascinerend dat die Piketty, of Piketty, wat je wil... Dus, want het ging erover dat tijdens de hele Amerikaanse verkiezingen er ook eigenlijk niemand nog is geweest die dat ontkent. Iedereen is erover eens dat die 1% rijker wordt. En er ontstaat dus geen volksopstand. Dit is trouwens ook waarom ik geen sociaal activistisch theater doe. Want nu dit zegt, zou dit eigenlijk moment zijn om rellend de straat op te gaan. 1% van de wereldbevolking wordt raast. Weet je waarom er volgens mij geen opstand opbrengt? Want ik zat opeens te denken, weet je wat het is? Omdat wij in plaats van te identificeren dat het probleem is, 1%, de meeste, er zijn twee redenen. Ik denk dat de eerste reden is dat wij die grootverdieners, want dat zijn het, dat we die op een soort podium hebben gezet en dat we hun als een voorbeeld zien in plaats van ze als het probleem te identificeren. De andere reden is volgens mij dat, nou ja, laten we wel wezen, gewoon
De meeste mensen, als ze dat lezen, denken van... nou, misschien hoor ik wel tot die 1%. En dan is het eigenlijk niet zo erg. Maar dat kan dus statistisch niet. Daarom wou ik een klein onderzoekje doen. Hier in de zaal, kijk maar eens om je heen. 99% van de mensen die hier zitten, wordt vandaag een beetje armer. En er is eigenlijk maar één iemand van wie we met zekerheid kunnen zeggen... dat hij met een immorele bak geld naar huis gaat. Ja. Revolutie, Homer. En ik zat daar aan de leestafel bij Grand Café de Jaren. En toen kwam er een, dat vond ik heel aandoenlijk... Een meisje, of een vrouw moet ik zeggen... maar het was een vrouw in wie ik het meisje nog wel herkende. Dat wil zeggen, we hadden even oogcontact. Dat je denkt, nou even oogcontact is normaal. Maar dat bleef hangen. En dat je dan denkt, oké, zou dat doorbreken? Nou, ik niet, zij niet. Oh, nou, nu heel... Nou, goed. Ik zeg niet om op te scheppen, maar het was zo. Nou, en zij had de hele Volkskrant van zaterdag meegenomen... in een plastic zakje. Dat vond ik zo aandoenlijk... Dus van afgelopen zaterdag had ze nog de hele, van vorige week, de hele ongelezen had ze bij zich. Oh, weet je waarom ik trouwens vertel dat hij bij Grand Café de Jaren was? Omdat ik weet dat als ik het verhaal wat ik nu ga vertellen situeer op een plek die jullie kennen, jullie veel meer geneigd zijn te geloven dat het ook daadwerkelijk net gebeurd is. Nou, ik zou ook kunnen zeggen, ik zat laatst in een café, zou iedereen denken, vertelt hij iedere avond. Maar nu voel je iedereen denken, oh wauw, dat is dus echt gebeurd. Leuk, spannend, waar gaat het heen? Dat is... Ja, dat is echt, want ik toer natuurlijk veel met deze show. Dan heb ik echt mezelf aangelegd. Voor ik het podium op ga, google ik altijd Grand Café en de plaats waar ik die dag optreed. En daar situeer ik het verhaal. Zo serieus neem ik jullie. Ja? Nou. En zij, maar ook, wat ik zo mooi vond, ze had dus de hele zaterdagkrant bij zich. Gewoon ongelezen. Blijkbaar dacht ze van, ja, ik mag pas aan de nieuwe beginnen als ik de oude op heb. Dus een kopje koffie besteld. Weet je waarom ik dat vertel? Dat trucje van de jaren, hè, dat heb ik niet zelf verzonnen. Wil ik wel even heel duidelijk bij zijn. Zeggen. Ik heb, dat, anders dan denken mensen, dat is niet mijn... Herman Koch heeft dat eigenlijk tijdens de literatuurles... Of dat was een cursus in... Nou, ik vertel even het hele verhaal. Toen ik 15 jaar geleden naar Amsterdam verhuisde... was mijn grote ambitie om schrijver te worden. Hè, wat jullie hier zien is eigenlijk plan B. En... Nou, eigenlijk plan C. Als ik gewoon heel eerlijk ga zijn... plan A was namelijk altijd autonoom kunstenaar. Dat heeft me altijd... En autonoom kunstenaar, iemand die kunst maakt alleen voor zichzelf. Dus niet zo iemand die zegt, ik ben autonoom kunstenaar. En dan opeens een overzicht tentoonstelling in Stedelijk. Dat is niet autonoom. Dat is toch een beetje hengelen naar erkenning. Dus ik wilde... Maar er is dus bijna geen geld mee te verdienen. De enige aan wie ik mijn werk kon verkopen, dat was ik zelf. Nou ja, dat is heel moeilijk onderhandelen. Altijd dan zei ik van, nou, zo duur, zo moeilijk was het toch niet? En ja, daar had ik dan wel gelijk in. Nee, ik wilde, in al ernst, ik wilde schrijver worden. En ik ben dus schrijfcursus gaan doen in het oude PTT postgebouw. Ik weet niet of mensen dat nog weten, maar bij het Centraal Station in Amsterdam... stond een oud sorteercentrum van de PTT. Dat stond toen al leeg, is tegenwoordig weggebuldozerd. Er staat nu de nieuwe bibliotheek. Maar dat stond daar toen nog. Beneden waren daar tentoonstellingen. Boven op de bovenste club was een hippe club. Op de bovenste verdieping. En daartussenin was wat lege ruimte. En daar werd die een van onze lessen gegeven. Ik had zo'n schrijfcursus gedaan. En die ene les die ik daar volgde, want ik wilde schrijver worden, die werd gegeven door Herman Koch. Die toen eigenlijk veel meer bekend was als de tv-komiek. Maar hij schreef natuurlijk wel al. En dat was, ik zal nooit vergeten, die les die heette De Leugen Gelogen. En wat hij ons leerde, hij zei als je een... leugen vertelt, en een roman is niks anders dan een hele uitgebreide leugen, zei hij, dan is het niet zaak om die leugen zo gedetailleerd mogelijk aan je publiek te vertellen. Nee, zei hij, de kunst is om je publiek te verleiden zichzelf voor te liegen. Want geen leugen werkt zo sterk als de leugen die mensen zichzelf vertellen. En daarom zei hij, neem een paar herkenbare situaties en plant die in het verhaal. Hij noemde dat sla piketpaaltjes van herkenbare situaties. En als je er genoeg hebt, dan zwemmen mensen zo... de fuik van je verbeeldingen. Dus Grand Café de Jaren. Ja, een hele mooie theorie. Wat ik een goed voorbeeld vind van die theorie altijd is... PTT Postgebouw ben ik nooit geweest. Herman Koch heb ik nooit ontmoet. Maar omdat het twee heel herkenbare situaties zijn... voel ik jullie denken van, ah, dat is echt gebeurd. Nou, kortom, ik heb heel veel aan die cursus gehad. En vind ik, ja, dan moet je ook een fan zijn en hem even bedanken. Dus bij dit. Nou, maar waar was ik? In Grand Café de Jaren aan de leestafel tegenover mij... dat meisje, vrouw, met de hele Volkskrant van afgelopen zaterdag.
En wat ik nog het mooiste vond, ze begon eerst het nieuws te lezen. Van ja, als je de krant leest, moet je altijd eerst het nieuws lezen. Ook al was het al heel oud nieuws. En toen ging ze. En ik, dan moet ik even zeggen, ik zat te kijken naar het Volkskrant Magazine. Heb ik een kleine afwijking. Als ik het Volkskrant Magazine zie, dan denk ik meteen, oh, dat moet ik lezen. Waarom? Stom, daar staat een column in van Thomas van Luijn. Dat is een collega van mij, die ken ik een beetje. En dan ben ik bang dat ik hem tegenkom en dat ik dan zeg, hey, leuke column. Dat hij zegt, oh ja, waar ging je dan over? En dat ik het dan niet weet. Dan denk ik, ik moet Volkskrant Magazine lezen. En dus toen dacht ik, kan ik vragen. En waarschijnlijk had ze gezegd, oh ja hoor, pak maar. Want ze was nog lang niet aan toe. Maar dan weet ik dus precies wat er zou gebeuren. Want dan zou ik Volkskrant Magazine pakken. Dan zou ik natuurlijk eerst de column van Thomas lezen. Dan ga ik daarna doorbladeren. En dan kom ik op een gegeven moment, en dat weet ik uit ervaring, dan kom ik bij iets wat ik verschrikkelijk vind om te lezen. En dan schijn je dus op mijn gezicht te kunnen zien hoe verschrikkelijk ik het vind. Heb ik zelf niet door, maar mijn hele leven maken mensen mij kenbaar dat je op mijn gezicht kan zien. Dus als ik bijvoorbeeld de column van Peter Walder lees, dan zie je. Ik ben Peter Walder. En ik heb 5 jaar lang heb ik aan een roman geschreven. En gewoon 5 jaar lang ben ik weer helemaal mijn huisje uitgekomen. Was ik alleen maar aan mijn roman aan het schrijven. Want ik ben Peter Walder. 5 jaar lang was ik gewoon in mijn huisje uitgekomen. Was ik alleen maar aan mijn roman aan het schrijven. 5 jaar lang heb ik iedere dag alleen maar aan mijn roman geschreven. Verder deed ik me niks. 5 jaar lang. En daarna heb ik me voorgenomen om de rest van mijn leven in iedere column daarover door te zeiken. Maar het enige wat zij ziet is dit. Dus de grote kans dat zij zou zeggen van, goh, wat is er aan de hand? En dan moet ik zeggen, oh, nou ja, Peter Buwalda. Ik ben Peter Buwalda. En ik heb alle boeken van Philip Roth gelezen. Alle boeken van Philip Roth, die heb ik gelezen. En ik moet zeggen, wat kan Philip Roth goed Engels? Verschrikkelijke flapdrop. Mag ik ook wat zeggen? Wat? Mag ik ook wat zeggen? Wie wil er wat zeggen? Ik wil wat zeggen. Wie ben jij? Ik ben Peter Buwalda. Oké, wat wil je zeggen, Peter Walder? Nou, ik wou alleen even zeggen dat ik de imitatie niet heel goed vind. Oké, nou. Nee, maar dan geef ik je gelijk in. Het ging me ook meer om niet zozeer om de vorm, maar meer om de inhoud. Dat is trouwens precies waar wij van mening verschillen. Maar goed, dan zou zij zeggen, Peter Walder, en zou zij waarschijnlijk zeggen, oh ja, dat vind ik ook een flapdrol. En niets schept zo'n band als een gemeenschappelijke vijand. Dat heb ik net ten koste van die meneer willen bewijzen. En dus dan voel ik van, oké, we mogen allebei Peter Buwalda niet. En nou, nu doorpakken. En hoe doe je dat? Nog meer mensen noemen die je allebei niet moet. Dus dan zou ik beginnen met Nico Dijkshoorn. Zit je meestal ook wel goed. Hè? Nico Dijkshoorn vind ik ook een flapdrol. Als je in iedere column 3 keer laat merken dat je maar een gewone jongen bent, dan denk ik, joh, als je zo normaal bent, val mij dan niet lastig met je middelmatige gedachten. En dan zou zij zeggen, ja, vind ik ook een flapdrol. Nou weet ik uit ervaring dat ik ongeveer 9 uur achter elkaar door kan gaan met het noemen van mensen die ik intens minacht. Maar mij is te verstaan gegeven dat je dan dus het risico loopt om een beetje verbitterd over te komen. Dat wil ik niet. Dus wat ik tegenwoordig doe, is ik dwing mezelf dan om gewoon ook eens iets positiefs te zeggen. En dat doe ik als volgt. Dan spreek ik deze zin uit. Maar weet je wie ik wel leuk vind? Dan moet je wel iets positiefs zeggen. Dan zou ik bijvoorbeeld zeggen Stephen King, de Amerikaanse schrijver. Literaire wereld weet zich geen raad met hem. Hij verkoopt te veel boeken, miljoenen lezers. Maar iedereen die ooit een alinea van die man gelezen heeft, weet, hij zuigt je zijn verhalen in. Dus je kan er niet omheen. En wat weinig mensen weten, ook nog eens een keertje, is, hij kan heel mooi over het schrijverschap zelf schrijven. En praten. Stond in Rolling Stone, stond ik geloof 2 jaar geleden, een heel mooi artikel. Nou, een interview met, dit is dus wat ik bedoel met de wonderen van de moderne tijd. Dan kan ik in Café de Jaren, kan ik mijn smartphone pakken. Dan kan ik zeggen, wacht eventjes, ik zoek het eventjes voor je op. En dan tik ik Rolling Stone in op mijn scherm. En Stephen King. En binnen 3 tellen heb ik dat hele interview op mijn schermpje. En dan wordt het nog magischer, want er staat onderin altijd zo'n soort streepje met een pijltje erboven. En dan tik je erop en zeg ik, wacht even, ik mail dit wel even naar je toe. Wat is je mailadres? Tik, 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 tik. En dan heb ik het zo in haar hoofd gewarpt. Nou ja, nog net niet, maar in haar cloud, moet ik zeggen. Want ze moeten nog wel lezen. Zover zijn we dan nog net niet. Ik kan het nog niet. Maar 3 dagen later zou ik waarschijnlijk gewoon een mailtje krijgen van, hey, superleuk interview met Stephen King. Dank voor de tip en leuk je ontmoet te hebben. Kruisje. En, hè, en nou, dan zou ik terugmeden van, nou, leuk om jou ontmoet te hebben. En als je dat een leuke site vindt, ga dan ook een keertje naar brainpicking.com. Dat is een Amerikaanse website waar schrijvers reflecteren op het schrijverschap. Dat vind je dan waarschijnlijk ook leuk. Leuk jou ontmoet te hebben. Kruis, kruisje.
Nee, maar ik doe altijd twee kruisjes. Niets ten nadele van mensen die één kruisje doen, maar ik vind twee kruisjes staat eigenlijk... Het staat lekkerder. Ja, ik vind het royaler. En laten we wel wezen, mijn vinger is er dan toch al. Ik denk, van kom op, zeg. Twee keer tikken. Het is eigenlijk een moeite voor niks. Nou. En dan zou zij weer een paar dagen later een mailtje terugsturen van... Wauw, wat een leuke site, dat Brain Pickings. Ik ben er al dagen op aan het surfen. Zou ze mij een of andere site tippen, die ik waarschijnlijk ook wel ken. En dan, wie weet komen we elkaar nog een keertje tegen. Kruisje, kruisje, kruisje. En ja, en nu wordt het opmerkelijk. Kijk, want het eerste kruisje kan je denken, dat is gewoonte. Hè? Ze doet altijd een kruisje. Maar nu zijn het er drie. Dus ze wijkt af van de gewoonte en het aantal kruisjes neemt nogal toe. En dan weet deze jongen genoeg. Dan weet ik namelijk, Micha baby, you're still in the game. En dat is fijn. Ja, luister. Ik heb een vriendin thuis. Ik heb kinderen. Anne ben ik helemaal gelukkig mee. Dat is allemaal waar. Maar het is toch even lekker om te weten. Van, oké. Dus dat, die blik die we hadden, klopt. Oké, cool. Nou ja, goed. Ja, nou. Heel misschien, dat zou dan kunnen. Dat inderdaad, weet ik het, over 2 maanden treed ik op in Antwerpen. In België. Zou kunnen dat ze dan dat ik dan de zaal uitkom. En naar de foyer loop. En dat daar opeens iemand staat te zwaaien. Dat ik denk, ik ken je, maar ik weet eigenlijk niet waarvan. Dat zij dan zegt, de leestafel bij de jaren. Dat ik denk, hè, wat doe jij hier? En dat zij dan zegt van, ik zal eerlijk bekennen, ik had nog nooit van je gehoord. Maar toen googelde ik je naam, toen zag ik dat je cabaretier was. Maar ja, overal uitverkocht in Nederland. Dacht ik, nou weet je wat, dan ga ik in België. En dan moet ik, dat wordt dan super ongemakkelijk. Wat is leuk dat ze gekomen is, maar dan moet ik dus vragen. En dat haat ik, dan moet ik zeggen, en hoe vond je het? En dan zou ze waarschijnlijk zeggen, ja, wel aardig. Maar ik snap niet dat mensen zo makkelijk lachen om je grappen. Ik bedoel, je publiek is wel heel makkelijk. En dan zeg ik, ja, maar dat klopt. Maar dat heeft met 2 voorstellingen geleden te maken. Ik heb gewoon heel veel krediet opgebouwd de afgelopen jaren. En 2 voorstellingen geleden was ik echt heel goed. Dat moet je van me aannemen, zeg ik altijd. En ik surf nog een beetje door op die room. Ik bedoel, de zalen begonnen net aan te trekken toen ik op mijn hoogtepunt was. Een beetje stom om dan te stoppen. Dus ik denk, ik maak nog een paar voorstellingen om een beetje te cashen. Maar ik zeg altijd tegen mensen die voor het eerst naar een voorstelling van mij komen, zeg ik, ik heb nog wel een DVD. Dat zou ik tegen haar ook zeggen. Kijk daar maar eens op. Dan snap je waarom mensen me leuk vinden. Als ik heel eerlijk ben, heb ik er nog 3.465. Dat is een kleine inschattingsfout geweest. Van mij eigenlijk. Want ik wilde toen een DVD laten maken. Dat is alweer 4 jaar geleden. Ik denk, dat is leuk, DVD's laten drukken. En de distributeur die zei van, nou, DVD's, Micha, moet je, weet niet of we dat moeten doen. Hè? Er komt ook, het internet komt eraan. Ik dacht, oh, nou, prima, jongen. Dan doe ik het in eigen beheer. Dat is een inschattingsfout geweest. Internet. Ik zei, nou, internet. Nou, ja, goed. Maar goed, dan zou ik met haar een biertje drinken. Ik bedoel, als iemand helemaal naar België komt om mij te zien, dat vind ik dan ook wel heel bijzonder. Maar 1 biertje, want ik vind tijdens de tour nooit meer dan 1 biertje en op tijd naar bed. Dus ik zou ook op een gegeven moment zeggen van, luister, ik vond het superleuk dat je gekomen bent, maar ik moet nu naar het hotel. Morgen weer een voorstelling, is gewoon heel belangrijk. Dan zou ze zeggen, snap ik, maar ik krijg wel nog een DVD van je, toch? Dus ik zeg, heb je gelijk, je loop even mee naar mijn hotelkamer, dan geef ik je er een. En dan zouden we die hotelkamer binnenlopen. En op het moment dat onze armen elkaar aanraken, zou er een soort elektrische schok door ons lichaam heen gaan. Dat je opeens weet van, oké, deze lichamen hebben toch een heel andere plan met de avond dan wij durven toe te geven met ons hoofd. En dit is een totaal fysieke reactie, maar je weet, op dat moment zit maar 1 ding op. Dat is heel snel prevelen. Dit is eenmalig. Ik wil dat dit geen gevolg heeft. Ik heb thuis een gezin. En morgenochtend moet je weg zijn. En daarna nemen ledematen het gesprek over. En daar heb je je bij neer te leggen. Maar de volgende ochtend zou ik wakker worden en dan is ze weg. Of ze is weg, ja, dan is ze niet meer. Ja, dus ik vind filosofische vragen altijd heel interessant. Mijn filosofische vraag is het dan wel gebeurd? Toch, als er geen getuigen zijn, is er dan iets gebeurd? Je wordt wakker. Ik moet je voorstellen, je wordt wakker in een hotelkamer. Er is niemand. Dat was ook gebeurd als er niemand was geweest. Dus dan is er in principe niks. Dat je denkt van, hè? Was het een droom? Het zou kunnen dat 4 maanden later, tegen alle afspraken in, ze toch contact opneemt met mij via de mail. Dat ze zegt, sorry, ik zou geen contact meer opnemen. Maar bij de GGD staan ze erop. Dat als je erachter komt dat je een seksueel overdraagbare ziekte hebt, je contact opneemt met alle mensen met wie je in het afgelopen half jaar intiem contact hebt gehad. Dit is... Ach, ja, prima.
Nee, normaal, ik speel deze voorstelling door het hele land en is het altijd, oh. En hier is de zaal heel anders van, nou, hebben wij geen morele problemen mee. Moet ik altijd even aan wennen. Nee, nou dat vind ik niet erg, maar waar ik een beetje moeite mee heb, mevrouw, dat is een beetje het beschuldigende blik. Want er zit dan ook nog zoiets van, we hebben er geen morele problemen bij, maar gebruik dan tenminste een condoom, zelfs een sociaal voor je familie. Mag ik daar iets over, mag ik daar even een antwoord op geven trouwens? Want ik vind, ja nee, maar dat vind ik toch wel, want ik voel het. Ik ga naar België. Ik ben 1 nacht in een hotel. Ik heb thuis een gezin. Neem ik dan een doos condooms mee? Nee, want zo zit deze jongen niet in elkaar. Ik vind het eigenlijk nogal voor mij pleiten dat ik dan een geslachtsziekte zou hebben opgelopen. Maar ik kan het alleen maar over 1 jaar van nu het schoolplein zien. Zo'n 1 uur of 5 uur, 5:30 met al die zenuwachtige ouders. Dat dan zenuwachtig, nou ja, dezelfde zenuwen als die ochtend om 8:30. Ook bij de kinderen toen. Eerste schoolreisje, kom op. Kinderen zijn super zenuwachtig. Eerste schoolreisje, zakje bij zich met fruit, brood en een beetje snoep. Omdat ze anders de enige waren die geen snoep hadden. Maar de ouders zijn ook zenuwachtig. Want nou ja, weet je, je geeft je kinderen uit handen en het is maar een schoolreisje. Maar het is toch, je voelt in ieder geval zo om 5:30, 6:00 dat al die ouders op dat schoolplein denken, nou goed, nu willen we ze weer even vasthouden. Even onze eigen kinderen even, hè, even voelen. Dat de bus eraan komt en dat die helemaal leeg is. Dat je kijkt en je denkt, hoe kan een hele klas. En dat de buschauffeur de gore moed heeft om 3 keer te tuteren en door te rijden. Want dan snappen ze het wel. Nou meneer, dat snappen we niet. En wat is er verband in? Hoe kan ik mijn leven überhaupt nog verder doen? Als alles waar ik. En dat dan op dat moment komt de bus om de hoek en wat denk je? Zaten ze allemaal onder de bank. Een walgelijke grap. Maar de woede verliest het net van de opluchting. Dus op het moment dat die bus stopt, is alles vergeven en vergeten. En die deuren gaan open en een tsunami van hoogstemmetjes rolt over dat schoolplein. En die kinderen die zoeken hun ouders en kinderen. Op een gegeven moment staan ze bij ons. Het schoolreisje lijkt geen begin en geen einde te hebben gehad. Alle verhalen lopen dwars door elkaar heen. En dat gaat zo'n poosje door. Je probeert een beetje een beeld te krijgen van wat er dan gebeurd is op dat schoolreisje. En op een gegeven moment kijken we om ons heen zien we dat iedereen al weg is. Dat wij daar met z'n vieren als laatste op het schoolplein staan. En dan kijken kinderen. Die kijken omhoog en zeggen, papa, mama, bij wie slapen we vanavond? En daarom heb ik het Volkskrant Magazine niet gevraagd. En dan weet ik nooit of ik nou te veel fantasie heb of te weinig. Maar wat ik dus wel moet erkennen is dat ik dus blijkbaar bij de kleinste beslissingen in mijn leven die kinderen mee laat wegen. Dat vind ik wel aangrijpend. Dat had ik nooit voorzien dat zij zo onderdeel zouden gaan uitmaken van wie ik ben. Ik overdrijf het niet. Dat ben je altijd mee bezig. Als ik het vlak voor het podium opkom, ga ik ook nog even skypen om ze wel trusten te zeggen. Dat is hoe je als ouder van je kind houdt, dat is niet uit te leggen. Ik bedoel, ik ben jaren zelf kind geweest van ouders. En nee, maar er werd wel eens gezegd van, hou je ook zo van je ouders als zij van jou? En dan zei ik, ja, nee, natuurlijk. En is het goed als ik nu ga fietsen? En dat, het is niet voor te stellen tot het je overkomt. Nee, het is niet voor te stellen. Laatst waren mijn ouders op bezoek. En ze zaten op de bank. En opeens keek ik naar ze en opeens zie ik, oh mijn god, ik ben hun kind. Het kwartje viel opeens. Dat is zo'n andere relatie die zij tot mij hebben dan ik. Ik zag ze en denk. Ik zeg, jullie mogen mij wel eens dankbaar zijn. Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik het allerbeste ben dat hun ooit overkomen is. En nu ben ik zelf verkocht aan die kinderen. En het is zo eigenaardig. Want als toen ik aan het project kinderen begon, ja, dat klinkt zo stom, maar als je eraan begint, je hebt geen idee. Een heel banale reden waarom ik kinderen heb genomen, als je dat zo moet noemen. Ik herinner me heel goed het moment waarop ik besloot, het wordt tijd voor kinderen. Dat was 2 voorstellingen geleden, stond ik op het podium. En opeens had ik het idee, Micha, je bent jezelf nu aan het herhalen. En toen dacht ik, ja, maar straks gaat het publiek dat doorkrijgen. En dan is het klaar.
Dus ik dacht, er moet iets gebeuren. En toen dacht ik, wacht eens eventjes. Als ik nou kinderen neem, daar zit vaak nog wel een leuke voorstelling in. En dat is mijn vorige voorstelling geweest. Dat was een hele leuke voorstelling, hoe het dan is om kinderen te krijgen en zo. En ik durf wel zeggen dat die kinderen onze relatie gered hebben. Ik heb ze genomen om onze relatie te redden en dat is gelukt. Alleen nu heb ik die kinderen nog. Normaal gesproken, na een voorstelling doe je eigenlijk decor weg, hè? Maar, nee, maar de kinderen, dat is echt, dat komt niet meer. Ik ben er de hele, en dan moet ik zeggen, ik bof. Want mijn kinderen hebben nu nog de leeftijd dat ik ongestoord naar ze kan kijken. Ik weet, dat gaat niet lang meer duren. Maar ze zijn totaal vrij in hun doen en laten. Dat wil zeggen, ze voelen zich nooit bekeken. Hè? Dus ze zijn helemaal autonoom en doen voor zichzelf leven ze. Dus ze spelen en zo. Ze denken nooit van, oh, dat is gênant. Want dat begrip kennen ze nog. Dat is zoiets waanzinnigs. Sterker nog, het staat in al die opvoedboeken, dat kinderen ook pas... ze gaan zich ook niks herinneren van deze leeftijd. Pas na hun vierde gaan kinderen echt herinneringen ontwikkelen. Tot die tijd. Dus zelfs al doen ze iets heel raars, hoeven ze nooit te denken van, oeh, dat wordt een rare herinnering. Wat ga ik dan maar weer kwijt? Dat is zoiets waanzinnigs. Die 4 jaar waarin kinderen niks kunnen... Dat is als jonge ouder, dat is gewoon een stageperiode die je hebt. Je kan gigantische fouten maken, maar ja, weten zij veel. Papa, waarom ben ik zo bang voor vuur? Oh, dat weet papa ook niet. Het is waanzinnig. En die dingen hebben het nog volgens mij met elkaar te maken ook. Hè? Het feit dat een kind zich totaal vrij voelt en zich onbespied voelt. En het feit dat het zich nog niets herinnert. Want volgens mij is het zo dat herinneringen eigenlijk pas ontstaan op het moment dat je je bewust bent dat anderen een beeld van je kunnen krijgen. Herinneringen zijn eigenlijk niks anders dan het vastleggen van het moment waarop een ander jou bezig zou kunnen hebben gezien. Dat zijn psychologische theorieën die ik expres niet uitgezocht heb, omdat ik bang was dat hij niet zou kloppen. Maar hij moet haast wel kloppen. Gewoon als voorbeeld mijn eerste herinnering. Want mijn eerste herinnering is ook echt van een moment dat ik weet dat ik werd bekeken. Dat is mijn herinnering, dat ik bekeken werd. Ik zal even de situatie schetsen. Het speelt zich af op de crash. Het kinderdagverblijf heet dat nu, hè? Maar goed, ik stond bij de waterbak, dat herinner ik me nog heel stevig. Ja, ik stond zo een beetje te spelen, hè, met bekertjes en water. En voor het verhaal, heel belangrijk, naast mij stond Winnie. En Winnie was een meisje, zat ook op het kinderdagverblijf. En die was ook met de waterbak aan het spelen. Dat is, waarom weet ik niet, daar sprak je niet over met elkaar. Nou, dus we waren lekker bezig in de waterbak. En op een gegeven moment voelde ik in mijn hele peuterlijf dat het tijd was voor een dansje. Nou, en als het peuterlijf zegt tijd voor een dansje, dan is het tijd voor een dansje. Dan gehoorzaamt het peuterlijf. De herinnering is zo sterk dat ik nog weet waar ik op gedanst heb. Mijn eerste herinnering is dat ik een dansje deed op Besa Mi Mucho. Dat was een liedje wat of mijn ouders op een plaat hadden, maar misschien heb ik het ook op de radio gehoord. Maar dit is mijn eerste herinnering. Dat ik daar in de waterbak en opeens dit deed. Besa Mi Mucho. En toen ging ik verder aan de waterbak. Dat een vrij onbeduidende gebeurtenis die ik waarschijnlijk meteen weer uitgewist had, waren het niet dat ik opeens 4 ogen op ons gericht voel. Op mij en Winnie. En ik kijk en er staan 2 kleuterleidsters totaal vertederd naar mij en Winnie te kijken. En ik denk van, wat zou er aan de hand zijn? En opeens valt het kwartje. Opeens snap ik dat zij bedacht hebben met z'n tweeën dat ik dat dansje zou doen voor Winnie. En dat is niet waar. Daar hecht ik echt aan. Nee, daar hecht ik even aan. Winnie stond hier totaal buiten. Nee, want de enige betekenis van dat dansje was het dansje zelf. Dit was de betekenis van dansje. Dat was het. Maar omdat die 2 vrouwen er een heel verhaal bij verzonnen hadden voor zichzelf, voelde ik me opeens totaal ongemakkelijk. Ik voel me verantwoordelijk voor Winnie, die in iets meegesleept wordt, waar zij al helemaal buiten staat. Dat is dus mijn eerste herinnering, dat ik bekeken werd. Het is ook de reden dat ik niet meer kan dansen. Ik kan wel dansen, maar niet meer dansen. Tuurlijk, ik kan de moves. Op een feestje, dan kan ik de moves. De moves, ik bedoel, goed. Als ik op een feestje ben en er is disco, dan doe ik zo, disco. En als het funk is, dan doe ik funk. En ik heb hip-hop. Dat zijn de moves, die kan ik. Wat ik bedoel met echt dansen op een feestje. Op ieder feestje, en jullie weten meteen wie ik bedoel. Er is altijd 1 gast, en dat is deze. Die. GELACH
Ja? Nou, mijn theorie is dat dat de enige is die echt danst. Omdat hij als enige niet bang is om over te komen als een totale idioot. Heb je het een beetje ineens in? Je mag toch wel vragen, heb je het een beetje naar je zin? Oké, ik sta me nogal uit te sloven namelijk. Ja, ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig. Weten mensen hoe deze voorstelling heet? Hoe heet de voorstelling? Voor zichzelf. Voor zichzelf, oké. Dus dat is wel gewoon gecommuniceerd door het theater. Wat? Nou, nee, nou, ik zou persoonlijk denken als iemand in de publiciteit al aangeeft van... Goh, ik zou graag een avond voor mezelf willen. Na 10 jaar theater. Dan zou ik zeker als ik mezelf een fan noem, zou ik denken... Nou, weet je wat, dat gun ik hem. Blijf lekker thuis. Nou, we blijven ook allemaal zitten nu natuurlijk. Er hangen posters bij de ingang. Het staat er gewoon op, hè? Voor zichzelf. Okay, dit is dus een hele massale vorm van stalking wat zich nu afspeelt. Weet je wie ik het vooral kwalijk neem? Jonge ouders. Ja, want hoe vaak heb ik dat verhaaltje niet gehoord? Oh, ik ben zo blij met die kinderen. Het is het mooiste wat me is overkomen. Maar ik zal eerlijk bekennen, ik ben ook wel blij als ik ze nu dan naar mijn werk kan. Want dan heb ik een beetje tijd voor mezelf. Goed, dit is dus mijn werk. Ik ben 9 maanden geleden ben ik naar een experimenteel toneelstuk gegaan. Normaal gesproken zou ik daar nooit heen gaan. Ik heb daar principieel bezwaren tegen. Ik vind het een krankzinnig concept, experimenteel toneel. Echt, dat je experimenten gaat doen en daar publiek bij uitnodigt. Ik vind, op zijn minst, is het totaal onverantwoordelijk. Ja? Oh, waar doen wetenschappers hun experimenten? In het laboratorium. En waarom zou dat zijn? Omdat je bij God niet weet wat er kan gebeuren. Het is een experiment. De uitkomst is niet zeker. He, dus daar zitten grote betonnen muren omheen en kogelvrij glas. En dan doen ze een bril op. En waarom? Om het aantal slachtoffers tot een minimum te beperken. Je gaat toch niet experimenten doen met allemaal burgers erbij? Dus als ik naar een restaurant ga, dan wil ik ook geen experimentele soep. Dank je wel. Ober, wat is de soep van de dag? Oh, dat is een experiment. De kok durft er niet van te proeven. Wilt u een kommetje? Nee, dank u wel. Maar om een of andere onverklaarbare reden heeft men besloten dat het bij toneel totaal aanvaardbaar is om, terwijl je zit te experimenteren, het publiek al in de zaal te zetten. De enige reden dat ik naar die voorstelling gegaan ben, zal ik heel eerlijk bekennen, was ik heb me laten verleiden door de brochure. Ik zit natuurlijk veel in theaters. Ik lees veel van die programmaboekjes. Op een gegeven moment viel mijn oog op het tekstje bij die voorstelling. Stond, deze voorstelling is een onderzoek naar de maatschappelijke relevantie van een veranderend mensbeeld in de moderne samenleving. Ik denk, ja, daar moet ik heen. Fenomenaal was het. Het was, ja... Ik heb mij, en dan overdrijf ik niet, de afgelopen 20 jaar niet zo intens de pletter verveeld als die avond. Mijne, ik wist niet dat het nog kon. Het was zo knap gedaan. Nee, maar je moet je voorstellen, je komt gewoon een theaterzaaltje en je weet niet wat gaat gebeuren. Dus ik zag een paar decorstukken op het podium, ik denk nou leuk, ga zitten. Op een gegeven moment gaat het licht uit, ligt het podium aan, acteurs komen op. Binnen 3 minuten was ik totaal de draad van het verhaal kwijt.
En op dat moment zit je er dus helemaal alleen voor. Ik weet nog dat ik daar op die stoel zat. Ik dacht, en nu? Nou, en dan gaan je hersenen aan, hoor. Wat ik toen allemaal heb meegemaakt in mijn hoofd, dat is de film op te noemen. Dus ik heb hele heldere herinneringen van. Nou, een van de dingen die me nog altijd bijstaat, en dat is echt maar een van de dingen, is bijvoorbeeld 74 lampen hingen er in de kap. Dat heb ik geteld tijdens de voorstelling. En dan zou je kunnen zeggen, nou ja, ongeveer 74. Nee, want ik heb het 32 keer nageteld. En dat is een fractie van wat ik die avond heb ervaren. Het was... Ik ben altijd een beetje huiverig voor het woord subliem. Maar ik durf te zeggen dat het een sublieme ervaring was. In de zin van dat je bij kunst hoopt dat je ieder gevoel voor tijd en ruimte kwijtraakt. En dat is wat er... Nee, maar dat is echt... Want er stond in het programmaboekje stond... Voorstelling duurt 70 minuten. Nou. Nee, op een gegeven moment... Ik weet nog, het licht ging aan. En ik denk, hè? 70 minuten? Ik was er dus van overtuigd dat ik 4 maanden aan mijn stoel vast op spijker had gezeten. En toch... Ik denk, die voorstelling heeft mij vooral politiek wakker geschud. Het heeft mij... Nee, het heeft mij de argumenten gegeven. Kijk, er is de afgelopen jaren natuurlijk steeds meer bezuinigd op de kunsten en met name op het theater. En degene die bezuinigingen doorvoeren, die stellen altijd de vraag... Ja, maar wat is dan het maatschappelijk belang van theater? Mijn antwoord zou daarop zijn nu dat theater de laatste plek is in deze moderne samenleving waar je je nog oprecht de tyfus kan vervelen. Ik zou persoonlijk geen andere plek weten waar je dat nog op zo'n manier kan. Ik bedoel, je kan je toch thuis vervelen? Nou, ik niet. Waarom niet? Nou, ik heb televisie. Ja, maar soms is er niks op televisie. Nee, ik heb 200 kanalen. Dus voordat ik zeker weet dat er echt niks op televisie is, dan ben ik 3 kwartier verder. En dan moet ik opnieuw beginnen, want dan begint overal iets nieuws. Nou, in de trein kan ik me ook niet vervelen. Heb ik een smartphone met internet. In de auto heb ik een iPod. Als ik me echt wil vervelen, dan moet ik naar het theater. Want als je in theater zit, het is de deuren gaan dicht, lichten gaan uit, smartphone moet uit en succes! Nou, ik hoef jullie niks te vertellen. Het was fenomenaal. En ik heb na afloop van die voorstelling iets gedaan wat ik normaal gesproken eigenlijk nooit doe. Ik ben na afloop eventjes de foyer ingelopen en ik dacht, ik ga gewoon wachten tot een van die acteurs naar buiten komt. Ik moest een praatje maken. Ik was er zo... Wij gaan niet met elkaar naar bed vanavond. Is dat oké? Okay? Ik zeg het gewoon heel helder, omdat ik gewoon... Ja? Oké. Okay. Ja, nee, ja, dat zien jullie niet, maar er zit hier een vrouw de hele avond naar mij te kijken zonder iets te zeggen. Dan vind ik op een gegeven moment mijn verantwoordelijkheid om eventjes... Dat is niet iets voor je... Om je voor te schamen, de reden dat ik er niet op inga, is omdat de fantasieën die jij hebt van mij, van, dat is die Micha Wertheim in je hoofd, dat ben ik niet. Snap je, die heb jij bedacht. Bedoel ik niet, helpt het als ik zeg dat ik ook de hele avond al fantasieën over jou heb? Ja? Oh, nee, maar, ja. Mag ik je advies geven? Is dat jouw vriend? Ja? Ja, oké. Okay. Neem nou die fantasieën, want die zijn van jou, hè? Daar ga jij over. Projecteer ze vanavond op hem. En dan zal je zien... Nee, luister. Ze moet niet Micha gaan zeggen, dat snapt ze ook wel. Ik probeer iets op te lossen. Luister. En dan zal je merken dat hij denkt, waar komt dit vandaan? Maar, en dit weet ik, omdat dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt, hè? Binnen 3-4 weken van nu zal jij merken dat ik langzaam uit die fantasie verdwijn. En dan komt er een moment dat jij heel blij bent dat ik nu een grens trek. Ja? Vind het goed als ik nu verder ga, want er zitten hier allemaal mensen die hier... Goed, ik... Maar goed, ik stond daar in de foyer. Ik stond daar in de foyer te wachten op een van die acteurs. En op een gegeven moment, die gast die komt naar buiten. Kijk, of naar binnen eigenlijk, ik kom uit het artiestengedeelte, loop zo die foyer in. En ik was zo onder de indruk dat ik geloof ik alleen maar zei, bedankt!
een heel raar geluidje. En hij kijkt heel erg verstoord en hij zegt, oh, ik zeg, sorry, dank u wel voor de voorstelling. Hij zegt, de voorstelling? Ik zeg, ja, de voorstelling die u net gespeeld heeft. Hij zegt, hoe weet jij dat er een voorstelling was? Ik zeg, nou, ik zat in de zaal. Hij zegt, zat er publiek in de zaal? Ik zeg, ja, dat zult u toch wel gezien hebben. En toen zei hij, nee, daar zijn we helemaal niet mee bezig. Wij maken kunst. En ik weet dat ik dacht, hè? Ik zeg, ja, je kan kunst maken of niet. Maar je ziet toch gewoon dat er mensen in de zaal zitten? Hij zegt, nee, wij spelen met een vierde wand. We spelen met vierde wand. Vierde wand is... Nee, ja, nou, oh goed, ik ga heel eerlijk bekennen. Ik wist ook niet wat vierde wand was. En nu, een kleine bekentenis. Ik, nee, maar het is echt waar. Ik heb geen toneelopleiding gehad, geen theaterschool gedaan. Geen toneelacademie gedaan. Geen kleinkunstacademie. Waarschijnlijk ook de reden dat ik geen misbruik maakte van de situatie net. Maar daardoor zitten er hele grote blinde vlekken in mijn algemene ontwikkeling. Dat is niet anders. En een van de dingen die ik dus al die tijd niet wist, is wat een vierde wand is. Voor diegenen die het ook niet weten, zal ik het even kort uitleggen. Je hebt in het theater heb je drie wanden, die zien jullie al. Twee zijwanden en de achterwand. Oké, okay, helder. Maar bij serieus kunsttoneel wordt er hier een vierde wand opgetrokken. Dat is een denkbeeldige wand tussen het publiek en de spelers. En eigenlijk is het is eigenlijk niets anders dan een afspraak van, als jullie je niet met ons bemoeien, dan bemoeien wij ons niet met jullie. Ja, dus als je naar een experimenteel toneelstuk zit te kijken en je denkt halverwege van, wat doen ze nou gek? Dan is het niet de bedoeling dat je zegt, nou, ik snap er niks meer van. Maar dan is er de vierde wand en die impliceert eigenlijk, het heet ook niet voor niks toneelspelen. Dat je denkt, ze zijn toch lekker aan het spelen? Laat ze maar, ik ga iets voor mezelf doen. En je bemoeit je niet, dat doe je niet mee. En dus het kan heel goed dat je naar een modern toneelstuk gaat en dat er aan het begin zomaar iemand het podium op komt rennen en die opeens, die heeft dan een vergiet op zijn hoofd en klompen aan en een groen schaatspak en in zijn rechterhand een elektrische schroevendraaier en in zijn linkerhand een dode hond en die roept, de paarden, de paarden, de paarden, de paarden, ik zoek een herberg voor de paarden. Want het kan zo koud zijn en hier in de middeleeuwen is het heel gevaarlijk. En in de Alpen moeten we oppassen voor rovers. Nou, als ik dat zou doen, is de kans groot dat jullie zouden zeggen, Micha, de middeleeuwen, die zijn al lang voorbij. De Alpen, die zijn hier ook helemaal niet. Paarden hebben we niet gezien. Doe die vergiet af en begin lekker aan de voorstelling. Maar omdat er een vierde wand is, snapt het publiek meteen van, nou ja, god, ze zullen er heel lang over vergaderd hebben, we gaan er niet tegenin. Maar moet je je voorstellen, toen die gast tegen mij zei van de vierde wand, toen dacht ik wel van, ja, jeetje man, dat is eigenlijk, dit is voor mij klonk het super aanlokkelijk. Want ik kom dus al 10 jaar lang, kom ik iedere avond het podium op. En dan kom ik zo het podium op en het eerste wat ik zie is, ja, het publiek. En mijn reflex is dan eigenlijk meteen denk ik, ik moet die mensen vermaken. Hè? Dus dan ben ik eigenlijk de hele avond bezig om jullie te vermaken. En ondertussen kom ik nergens aan toe. Dus wat ik dus doe, is ik hoor dat verhaal en ik denk, ja, verdomme, ik wil ook wel een vierde wand. Maar ik had ook nog wel een paar vragen natuurlijk. Want en mijn eerste vraag, weet ik nog heel goed, is, zei, oké, als jullie die voorstelling niet voor het publiek maken, voor wie komt het publiek dan eigenlijk naar het theater? En hij kijkt me aan alsof hij die vraag voor het eerst hoort en hij zegt, ja, ik denk voor Jan Lul. Ik zeg, oké, maar zo makkelijk kom je niet vanaf. Ik zei, laat ik de vraag dan omdraaien. Ja, als het publiek niet voor, als jullie niet de voorstelling niet voor het publiek maken, voor wie maken jullie die voorstelling dan? Hij was even stil. Hij zegt, ja, ook voor Jan Lul. Ik zeg, was hij er ook? Nee, zeggen ze, die komt eigenlijk nooit. Maar het was wel een moment. Ik weet nog heel goed, het was een moment dat ik bij mezelf dacht, ja, Micha, maar nu moet je er ook zelf een keertje aan toegeven. Want ik heb altijd zelf heel erg een hekel gehad aan mensen die in interviews verklaren, nee, natuurlijk doe ik het niet alleen. En er is iets groters en er is iets hogers dat mij inspireert. Ik had het altijd heel lelijk gevonden. En tegelijkertijd kom ik steeds vaker tot de conclusie van, niemand van ons doet het alleen. We hebben allemaal, ja, het klinkt een beetje stichtelijk, maar het is toch hoe ik het zie. Laat ik gewoon even een heel simpel voorbeeld geven. En dit heeft niets te maken
met de kunsten. Dit is iets wat ons allemaal zou kunnen overkomen in het dagelijks leven. En dan zie je dus hoe machtig en aanwezig het is. Ik geloof dat 2 of 3 jaar geleden was ik in Groningen. Ik was een dagje naar Groningen geweest. En ik stond op het perron te wachten op de trein terug naar Amsterdam. En op een gegeven moment zie ik een oud studiegenootje van mij. Die zit daar gewoon te wachten op de trein. Maar ik wist ook van, hé, maar die jongen die woont in Middelburg. Dus ik denk van, wat doe jij helemaal in Groningen, man? Hij zegt, krankzinnig verhaal. Een collega van mij die gaat promoveren aan de Universiteit van Groningen, maar zegt hij, je raadt het nooit, dat is pas over een week. Ik zeg, nou super, maar waarom was je dan vandaag naar Groningen gegaan? Voor Jan Lul. En dat is wel zo'n moment waarvan ik dan zeg, ja, dit is een heel klein voorbeeld, hè? Maar er zijn natuurlijk veel grotere voorbeelden ik wil het niet meteen heel politiek maken, maar laten we wel wezen, waarom is die hele invasie in Irak eigenlijk geweest? Zie je, ik merk nu ook een beetje, dit is het, mensen nu een beetje denken van, hou er maar over op, hè? Want het is een beetje een taboe om over... Oh, het is geen taboe? Nou, mag ik dan... Als je ergens een taboe aan herkent, dan is dat iedereen ontkent dat het een taboe is. Maar als het geen taboe is dan, hè, mag ik dan een vraagje stellen? Iedereen weet wie Jan Lul is, hè? Weet iemand ook hoe die eruit ziet? Nee, hè? Er zijn geen afbeeldingen van. En dan wordt het wel een beetje eng, hè? Als je dat realiseert. Maar dat is wat er aan de hand is. En ik snap natuurlijk de angst wel. Ik heb alle verhalen ook gehoord over dierenmishandeling. Ik vind het gaat te ver om zo bang te zijn voor iets. Het is dus ook veel dat mensen het niet kennen. Ik ben zelf, denk ik, een stuk minder bang voor Jan Lul. Dat komt waarschijnlijk omdat ik gewoon... Ja, ik kom ook wel bijvoorbeeld vaak... Ik woon in de buurt in Oost, Amsterdam-Oost, in de buurt van die bakkerij. Het is een hele grote bakkerij. Het is eigenlijk een loods, de bakkerij van Jan Lul. En ik kom daar vaak... En ik zou zeggen, als je er nooit geweest bent, ga er een keertje heen. Er staat altijd een hele lange rij, dus dan weet je, oh, dat is de bakkerij van Jan Lul. Oh ja, kleine waarschuwing. Brood verkoopt hij dan weer niet. De meeste mensen komen echt voor hem. Maar ik ga daar graag heen. Ik zal eerlijk zeggen, ik haal daar altijd de koek. Want dat hoort bij mijn vak. Mensen verwachten ook dat ik lulkoek bij me heb. Als ik hier theater in kom zonder lulkoek, dan zit iedereen mij ook aan te kijken van, Micha, waar komt dit vandaan? Maar goed. Inderdaad, de lulkoek kan je natuurlijk, je hoeft dat niet vers te halen. Je kan natuurlijk ook Radio 1 aanzetten, zet je er een emmer onder. En dan heb je na een kwartier genoeg lulkoek om een jaar lang mee op tournee te gaan. Dat is gewoon heel slim. Die vrouw die daar werkt, beetje een kutwijf. Wat zij doet, het is gewoon heel slim. Zij deelt snoep uit aan de kinderen. Dus als mijn kinderen de bakkerij van Jan Lul zien, dan beginnen ze al van, hé, zullen we daar koek gaan halen? Waarom? Want dan krijgen ze allebei een drop lul. Dat is gewoon hoe het zit. Hij deugt gewoon. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Jan, een voorbeeldje dan. Wisten jullie, en dat weet ik toevallig, dat Jan Lul van wereldmuziek houdt? Nou, mensen die van wereldmuziek houden, hebben nogal de neiging om te deugen. Toch? Ik geloof niet dat ooit is voorgekomen dat iemand wel van wereldmuziek houdt, maar niet deugde. Nou, dat is Jan. Ja, hij heeft niet een cd, hij speelt wereldmuziek. Hè? Hij speelt op, ja, ik wou zeggen op zo'n gitaar, maar het is dus geen gitaar, het is wereldmuziek. Het is een Arabisch, hoe heet het ding? Arabische gitaar. De oud. Het is een hele bijzondere lul. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Ik denk persoonlijk dat alle verhalen over dierenmishandeling terug te brengen zijn tot zijn broer. Dat zijn broer, hij heeft 2 broers, dus eigenlijk terug te brengen tot 2 broers. De ene heeft er niets mee te maken. Nee, die ene broer heeft er niets mee te maken. Ken je die roze busjes, bestelbusjes met erop wanddecoratie, applicateur? Met bloemetjes erop. Een behanger. Dat is in ieder geval niet iemand waarvan ik bang ben. Ik geloof echt dat alle verhalen terug te leiden zijn op 1 broer. En dan denk ik, dat is een agrariër. En daarvan geloof ik de dierenmishandeling. Dat heb ik gewoon meegemaakt. Dat is gewoon gebeurd. Ik zal heel even vertellen. Ik heb hem 1 keer ontmoet. Ik was thuis bezig. Voor de deur hebben wij 2 parkeerplekken voor elektrische auto's. En op een dag stond daar een tractor met een gierkar erachter.
En toen wist ik al van, dat moet die boerenlul zijn. En hij belt ook nog eens bij mij aan. Een heel raar moment. Ik was gewoon afwas aan het doen. Ik doe de deur open. Staat die boerenlul in de deuropening. En hij zegt, ja, mag ik wat gereedschap lenen? Op dat moment loopt hij... Op dat moment loopt er een varken bij mij de kamer in. Had hij dus een varken meegenomen van de boerderij? Vond hij normaal? Ik zeg, hallo, er loopt een varken in mijn huis in. Want het is krankzinnig. Hij zegt, het zijn hele schone dieren. Ik zeg, ja, maar ook incontinent. Dus ze kunnen ieder moment op mij schijten. En daar heb ik geen zin in. En zeker niet op mijn meubels. En op een gegeven moment denk je, ik heb geen zin in... Op een gegeven moment denk ik, ik heb geen zin in een hele discussie met die man. Prima. Dus ik zeg van, wat voor gereedschap heb je nodig? Oh, zegt hij, dat doet er toch niet toe als het maar gereedschap is. Nee, ik vind dat nog... Goed, dit hele verhaal is vrij ongeloofwaardig. Maar binnen de geloofwaardigheid van het verhaal is dit toch wel een nieuw dieptepunt. Ja? Iemand die gereedschap dan, wat voor gereedschap? Oh, dat doet er niet toe als het maar gereedschap is. Maar ondertussen loopt er een varken door mijn huis en ik heb geen zin in dat varken. Dus ik zeg, weet je wat, ga jij lekker gereedschap krijgen. Ik pak mijn gereedschapkist, ik zeg, zoek maar uit. Ik geloof dat hij er een tang uitgehaald heeft. Ik zeg, nou, wegwezen. Het varken erachteraan, nog voor hij de deur dicht heeft, zie ik dus hoe hij met die tang keihard op dat beest begint te slaan. Ik zeg, gast, waar slaat dit op? Maar maakt dat Jan dan tot een dierenbult? Dat is de vraag die ik zou willen zeggen. En dat is zijn broer. Wisten jullie dat Jan een ongelofelijke dierenliefhebber is? Nee, ik weet dat wel, want hij heeft een foyer met vogels. Hij heeft reptielen. Soms zie ik hem de hond uitlaten. Cavia's heeft hij. Hij heeft een kat die transgender is. Nou, dat is alleen maar zorgen. Is dat leuk? Voor hem is dat een drama, omdat Jan... Ja, dat is een drama. Want ik moet ook trouwens niet zeggen een kat die transgender is. Ik moet gewoon zeggen, hij heeft een poes. Het is een poes. Ja, maar het is een poes. In het verkeerde lichaam, maar het is een poes. Toch? Ja. Maar dat is zo... Er zijn maar twee dierenartsen die operatie doen. Eén zit in Casablanca en de andere in Bangkok. En Jan verdient niet zo heel veel geld. Dus op een gegeven moment staat hij bij mij voor de deur, zegt hij... Micha, zou jij niet een keertje willen helpen? Ik zeg, ja, ik bedoel, maar cabaret, wat verwacht je van mij? Ik bedoel, ik heb nog nooit iemand zijn politieke mening veranderd met een grap. Laat staan dat ik dieren van hun seksuele identiteit kan laten switchen. Hij zegt, nee, dat bedoel ik niet, zegt hij. Jij verdient toch heel veel geld? Ik zeg, ja, dat is wel waar, Jan. Hij zegt, zou het niet leuk zijn als we een keer een benefiet organiseren? Ik zeg, ah, oké, dan mag ik zeker optreden. Voor de katse kut. Maar dat is... een beetje de kant die het opging. Maar... op het moment dat ik daar in die foyer sta... met die acteur... en die vertelt mij dus... dat hij al jaren voorstellingen maakt voor Jan Lul. Dat het publiek bereid is om gewoon voor Jan Lul naar het theater te komen. Toen dacht ik opeens bij mezelf... maar Micha... wat heb jij eigenlijk ooit... voor hem gedaan. En ik weet, dat is het moment geweest dat ik besloot... dat ik bij deze voorstelling mijn hele decor voor hem neer zou zetten. Ja, leuk. Mooi. Weet je wat de ironie is? Toen ik... 10 jaar geleden besloot om op het podium te gaan staan. Toen was dat omdat niemand mij kende. En ik dacht dat het podium de ideale plek was voor mij om mezelf aan de wereld kenbaar te maken. Om mezelf te definiëren. Ik dacht, als ik op het podium ga staan, dan kan ik de mensen die mij niet kennen vertellen wie ik ben. Hoe ik in elkaar zit. Dat is waarom ik dit ben gaan doen. Maar er is de afgelopen 10 jaar... ergens een omslag geweest. Ik weet niet waar, maar ik kan niet anders dan constateren dat de zaal inmiddels gewoon iedere avond helemaal vol zit met mensen die van tevoren al besloten hebben wat ze van me vinden. Dat staat zo verschrikkelijk vast dat wat ik ook doe, wat ik ook zeg de hele avond, ik ga jullie toch niet van mening veranderen. Jullie hebben het allemaal al besloten. Jullie mening stond daar vast nog voor ik een woord gezegd heb. Goed, en dat maakt het soms wat minder leuk om dit werk te doen. Dat is alles.
Het is geen verwijt. Het is constatering. Voorbeeld? Goed. Nou, zullen we gewoon, laten we dan maar meteen even de olifant in deze kamer benoemen. Waarom zitten er in hemelsnaam vanavond zoveel mensen hier in dit theater? Waarom zitten jullie hier? Zal ik het antwoord geven? Omdat ik bekend sta als die hele intelligente cabaretier en daar willen jullie heel graag mee gezien worden. Dat is wat er aan de hand is. He, dat als de buren zeggen, wat ga je vanavond doen? En je zegt, nou, wij gaan naar het cabaret. Dan is de kans groot dat ze een beetje... Cabaret? Oeh, valt me een beetje tegen voor jullie. He? En dan kunnen jullie zeggen, nee, maar wij gaan naar die Misha Weertheim. En dan voel je ze onzeker worden van, oh, maar dat is toch die hele intelligente. En dan kunnen jullie zeggen, ja, nee, maar wij houden hem wel bij, hoor. Dus jullie zitten jezelf eigenlijk de hele avond te feliciteren met jullie goede smaak. En dan is het wel belangrijk dat alles wat ik doe ook briljant is, hè? Wat hebben jullie voor betaald? Dus ik kan bij wijze van spreken 10 minuten de meest lullige woordgrapjes achter elkaar zetten. En nog zit deze avond, oh, wat slim. Ja, volgens mij is het een metafoor of iets dergelijks. Heel knap in elkaar gezet allemaal. Want hoe doet die dat? Ja, maar wij, ik geloof wel dat ik snap waar die heen wil ook, hoor. Want het is echt veel. Nou. Nou, het is super leuk voor jullie, maar dat betekent dat ik dus... Wat? Ik ga er niks meer aan kunnen veranderen. Ander voorbeeld? Nou, heel goed voorbeeld. Zutphen. Ik stond vorige week, trad ik op in Zutphen. Ik sta in de foyer, sta ik een aantal dvd's te verkopen. En komt er een vrouw op mij af, met haar man en echtpaar. En ze loopt op me af en ze zegt, oh, we wouden even zeggen, we hebben genoten. We zijn dol op die typisch Joodse humor van jullie. Ik zeg, sorry, jullie, nee, dat typisch Joodse, fantastisch. Mijn man en ik zijn er dol op, hoor. Zo knap, dat is hè, van, of het nou Woody Allen is, of Jerry Seinfeld, of Simon Wiesenthal, of Groucho Marx. Het is allemaal het zindert van de humor. Ik zeg, nou, ik weet niet waar u het over heeft. Ze zegt, nou, u bent toch Joods? Ik zeg, nou, ik weet eigenlijk niet hoe Joods ik ben. Ik zeg, nou, Micha Wertheim is een Joodse naam. Ik zeg, ja, oké, op die manier ben ik Joods, maar dat betekent nog niet dat wat ik maak Joods is. Ik ben gewoon, opeens kijkt me aan, zegt ze, nu doet hij het weer, hè? Fantastisch, vinden wij dat. En daar kan ik dus niks tegen inbrengen. Ze hebben dat besloten, dat is wie ik ben. En ik ben nog... Ik zat in de auto naar huis naar afloop. Ik zat alleen maar te denken van, ja, maar het is wel waar. Ik ben een Jood. Ik heb daar nooit voor gekozen. En het zal het altijd zo blijven. Dat is een super... En ik dacht, waarom is dat eigenlijk? Ik vind misschien heel vervelend, maar ja, door jullie. Ik zat gewoon te denken, waarom ben ik nog steeds een Jood? En toen dacht ik, ja, door deze mensen hier. Precies. En nu zie ik heel veel mensen verbaasd kijken van, nou, Micha, wij zijn niet Joods. Wat hebben wij ermee te maken? Nou ja, precies dat. Precies dat. Dat hele niet-Jood zijn, dat kan alleen maar als identiteit, hè? Als er iemand anders het wel is. Anders slaat het nergens op, toch? Hoeveel mensen hebben hier wel eens gedacht van, ik ben geen Inca? Nee, maar die zijn er niet meer. Maar de Joden, ja, die zijn er nog wel. Dus voor jullie, om lekker niet-Joods te kunnen zijn, is het belangrijk dat die paar Joden die er nog zijn, dat die het dan wel blijven. Eens een Joods, altijd een Jood. Dat is gewoon de onuitgesproken regel. Want noem mij maar in de wereldgeschiedenis. Eén Jood die als Jood geboren werd en toen hij stierf geen Jood meer was. Is nog nooit voorgekomen. Dat kan namelijk niet. Eens een Jood, altijd een Jood. Het wordt nog onrechtvaardiger. Wist je dat antisemieten ieder moment van de dag kunnen beslissen geen antisemiet meer te zijn en dat iedereen dan alleen maar opgelucht is? Dus met Rudolf, je bedoelt die antisemiet? Nee joh, al lang niet meer. Hè, fijn, nou. Hoe is het met Micha, je bedoelt die Jood? Nee, al lang niet meer. Hoezo al lang niet meer? Nou, dat zei hij. Hij zegt dat hij geen Jood meer is. Zegt hij dat? Ja, dat zei hij. Maar hij is toch Joods? Nee, ja, natuurlijk. Er was een documentaire op tv, die ging hier een beetje over. Dat was van de zomer, was er een documentaire. En niet een hele, op SBS6, een shockdoc.
Dus je hoeft nu niet te denken... Of... Nee, maar dat je nu niet heeft gezegd... Oh, staat me iets van bij het ITVA, was dat, hè? Ja, heb ik overgelezen. Nee, heeft niemand overgelezen. Het was een shockdoc bij SBS6 en ik heb hem niet eens helemaal gezien. Ik viel er middenin. Maar het ging over een Duitse skinhead... die wiens oma overlijdt en die oma die blijkt Joods te zijn. Ik weet niet of iemand hem gezien heeft. Toen ik erin viel, was zijn oma net overleden. Ik weet mensen een beetje bekend zijn met skinheads. Het is misschien wel belangrijk om te weten, skinheads zijn ook antisemiet. Dat kan je ze niet eens kwalijk nemen. Dat is een beetje de subcultuur waar ze in zitten. Dat hoort erbij. He, je kan niet skinhead zijn en dan zeggen... ja, maar antisemitisme, daar heb ik helemaal niks. Dat snap ik niet. Dat vind ik zo raar. Nee, maar dan lig je eruit in de groep. Dan zegt de andere skinhead, wat zeg je nou? En dan, voor je het weet, sta je alleen. Dus skin... Nee, maar dat is hetzelfde als Feyenoord-hooligans. Als je een Feyenoord-hooligan bent, word je geacht affiniteit met de voetbalsport te hebben. Je kan niet zeggen, Feyenoord! En dat iemand dan zegt, ja, Feyenoord, hè, morgen een belangrijke wedstrijd. Oh ja, waarvan dan? Van Feyenoord. Wat dan? Voetbal. Oh, dat hou ik helemaal niet bij. Ik ben echt een hooligan. Dat kan niet. Ja? Zo is het met skinheads ook. Die zijn antisemiet. Ja, je kan ervan vinden wat je wil. Zit er een beetje... Hoort erbij. Oh, nou, deze gast... was dus de skinhead. En op een gegeven moment overlijdt ze oma. En die blijkt haar hele leven een geheimpje te hebben gehad. Wat was het geheimpje? Oma was Joods. En dat heeft nogal groot gevolg. Want deze jongen weet meteen, dat is de moeder van mijn moeder. En volgens de Joodse wetten, als de moeder van je moeder Joods is, is je moeder ook Joods. Je kan een bol zeggen over antisemieten, maar ze verdiepen zich vaak wel een beetje in het Jodendom. Meer dan ik. Maar ja, goed, ik ben het al. Ik hoef er niks voor te doen. Zij moeten er echt voor werken. Nou... Maar hij weet dan, wat ze heeft, als mijn moeders moeder Joods is, dan is mijn moeder Joods. En als mijn moeder Joods is, dan ben ik het ook. En op dat moment stort zijn hele leven in elkaar. Want hij was antisemiet, hè? Maar nu is hij ook nog eens Jood. En het is of het een of het ander, snap je? Dat gaat niet, dat is niet te combineren. En dat besef dringt dan ook tot hem door. Van ja, ik kan helemaal niet meer... Er valt niks te kiezen. Ik kan niet zeggen, nou, ik kies voor het antisemitisme. Want eens een Jood is altijd een Jood. En antisemiet kan je mee stoppen, dus... Voor zijn ogen verdampt dat hele ik maak een hele stomme fout. Dit is heel... Ja, ik ga zin niks anders op dat ik het gewoon even benoem. Want anders wordt het alleen maar erger. Het kan ook een kankerpatiënt geweest zijn. Ja, nee, ik hoor mezelf praten en opeens denk ik, waar baseer je eigenlijk dat hele skinhead-verhaal op? Ja, kaalhoofd. Nou, dat zijn niet alleen skinheads, Micha. Ja, maar zo werken vooroordelen dus. Dan zie je dus, dat probeer ik iets aan de kaak te stellen en opeens blijk ik... Verschrikkelijk. Ja, want wat ik eigenlijk impliceer is, mensen met kanker, nee, die kunnen geen antisemiet zijn. Zet je even een hele bevolkingsgroep weg. Mensen met kanker, ze zijn heel ziek, dat is verschrikkelijk genoeg. Ah, oh, dit vind ik heel ongemakkelijk. Heeft iemand hem... Het is toch... Nu ben ik echt aan twijfelen geraakt. Is het een skinhead? Heeft iemand hem... Oh, dank je. Niemand... Nee, het is wel een skinhead. Ik zie nu die hele documentaire terug. Ja, het is wel een skinhead. Althans, dat is in ieder geval een scène dat hij zijn t-shirt optilt. En dan... Ik weet niet of mensen dat herinneren. En heeft hij heel groot over zijn rug heel groot een hakenkruis laten tatoeëren. Ik ben geen oncoloog. Maar volgens mij behoort dat toch niet tot de behandeling. Dat was niet tot de reguliere behandeling. Je hoort wel eens over experimentele behandelingen. Maar dan nog vraag ik me af of dat als experimentele behandeling... Toch? Aan de andere kant, patiënten zijn soms wanhopig. Nee, maar dat is zo. Als je als oncoloog moet zeggen, we kunnen niks meer doen. Dat is onacceptabel. Voor een die zal zeggen, maar dokter, er moet toch iets te doen zijn? Nee, we kunnen niks meer doen. Dan zegt iemand, maar er moet toch... Is er niet een of andere experimentele therapie? Nee, we zijn uitbehandeld. Er zijn nog geen experimentele therapieën. Het spijt me, verschrikkelijk. Maar dokter, u kunt er wel iets verzinnen? Ja, verzinnen? Nee, trouwens, dat ga ik niet doen. We kunnen niks... Waar dacht u aan? Nee. Dokter, we moeten iets doen. Ik kan het niet... Waar dacht u aan? Goed. Bent u bekend met de tatoeagezaak achter het ziekenhuis? Ja, dokter. Wat we zouden kunnen doen... En ik moet erbij zeggen, dit is behoorlijk experimenteel. Ja, wat dan? Nou, we zouden over de hele rug... Over uw hele rug zouden een hakenkruis kunnen aanbrengen. Dokter, denkt u echt dat dat helpt? Baat het niet, dan schaadt het niet.
Het is in ieder geval niet zo dat als de behandeling niet aanslaat, u nog jarenlang met dat hakenkruis. Nou goed. Het was in ieder geval dus een skinhead. Ik kom hier heel goed weg, realiseer ik me. Maar goed. Oh ja, dus de documentaire leek degens. Want deze man was nu een Jood. Dat hele antisemiet was weg. En de documentaire liep leeg, had geen richting. Ik geloof dat de laatste scène ging je dan naar school en dan ging je nu waarschuwen tegen het antisemitisme. De voice-over probeerde dat nog heel moedig te maken. Die zei dus heel moedig. Deze man was antisemiet en nu waarschuwt hij voor het antisemitisme. En ik kon alleen maar denken, maar het is ook een beetje opportunistisch. In de zin van om als Jood te waarschuwen tegen antisemitisme. Ik zou het moediger vinden om als Jood de scholen langs te gaan en dan te waarschuwen tegen Joden. Kijk, ik zou het niet doen, maar het is wel moedig. En begrijp me goed, hè? Ik ben niet anti-antisemiet. Absoluut niet. Ik wil mijn publiek niet van me vervreemden. Het is... Nee, maar de wereld is... De wereld is yin en yang. Dat is, je kan niet het een zijn en dan niet snappen dat het andere zal ook altijd bestaan. Zo zit de mens, de cultuur in elkaar. Dat is yin en yang, weet je, neem ik aan wat dat is. Dat is uit de Chinese leer. Ja, het is eigenlijk niet heel gewikkeld, want je moet weten... Yin was een ongelofelijke antisemiet. En yang, dus totaal niet. Maar wat ik wil zeggen is, ik ben ook niet antiracistisch of zo. Absoluut niet. Laat niet dat misverstand. Oké, dit is ook Amsterdam. Vergeet dan weer. Dat is een discussie die ik niet eens meer aanga. Prima. Dan ben ik ook tegen racisme. Absoluut. Bij deze. Ik ben tegen racisme. Prima. Doen we het zo. Schaffen we het racisme af. Top. Oh ja, één vraag. Als er geen racisme meer is, hè, waar gaan mensen dan hun gevoel voor eigenwaarde vandaan halen? Ja? Laat ik dan maar eerlijk zeggen. Ik mis het racisme steeds vaker. En ik durf te zeggen dat het nog niet eens helemaal weg is. Maar er is een soort taboe op aan het ontstaan. En het zit mij... Weet je wanneer ik het mis? Als ik naar de wc ga bij een benzinestation. Ik weet nog dat vroeger als je naar de wc ging bij een benzinestation, die deed die deur open. En de deur stond helemaal vol met de meest racistische taal. Dood aan de kankernegers. Alle Joden aan het gas. Spleetogen de zee. Dat je echt dacht, haast aandoenlijk racisme, zou ik het willen noemen. Nou, aandoenlijk in de zin van dat beeld van iemand die 's nachts bij een benzinepomp staat, heel nodig naar het toilet moet en dan denkt, nee, eerst op zoek naar een watervaste stift. Voor het geval ik tijdens het toiletbezoek in een identiteitscrisis kom. Mooi beeld. En dat het dan ook gebeurt. Dat hij daar dan in dat hokje zit, met zijn broek op zijn knieën. En dat opeens de werkelijkheid tot hem doordringt. Ik ben niks anders dan een stuk vlees waar poep uitkomt. En dat hij dan snel zijn stiftje pakt en zegt, maar ik ben geen neger. Dood aan de kankernegers. Ja, als dat oplucht. En mag ik daar even aan toevoegen, want het zal niet de eerste keer zijn dat ik gezien heb. Het is echt vaker dan eens gebeurd dat mensen vervolgens met potlood heel hard neger door gingen krassen. En dan zetten ze er natie onder. Stond opeens dood aan de kankernazies. Dat ik dacht, oké, dit is ook een heel interessant standpunt. Dit begint een goed debat te worden. Waar is Arie Boomsma om het een beetje een goede baan te leiden? Maar het is dus weg. Iedere willekeurige wc-deur die ik open doe, het is een witte muur tegenwoordig. Het is gewoon... En dan weet ik niet of mensen echt te bang zijn om nog iets op te schrijven. Of dat het zo'n groot taboe is dat het er meteen vanaf gepoetst wordt. Ik hoop maar dat mensen die tegenwoordig op de wc in een identiteitscrisis zitten, dat ze dan snel hun smartphone pakken en dan... Twitter! Nou goed, als je dus afvraagt, wie waren eigenlijk de mensen die vroeger altijd op de deuren van wc's schreven? Nou, dat zijn precies de mensen die nu een Twitter-account hebben. Maar wat ik dus eigenlijk probeer te zeggen, is dat hoe meer mensen een beeld van je hebben, hoe moeilijker het is om daar nog iets aan te veranderen. Ik zeg ook altijd, hoe voller de zalen, hoe nietzeggender de cabaretier. Maar er is mij ook wel eens gevraagd van, Micha, waarom sta jij eigenlijk niet een keertje in de Ziggo Dome een week? Nou, omdat ik daar geen trek in heb. Want financieel is het handig, maar ik weet precies wat er gebeurt. Er zit die hele Ziggo Dome, iedere avond zal het zijn, 20.000 Micha Wertheim fans.
helemaal te koken van enthousiasme. Mega, meer, allemaal helemaal duidelijk. En dan kom ik op, ik kan ze alleen nog maar teleurstellen. Ik bedoel, ze hebben al zo besloten wat ze ervan... Dat, hoe meer mensen iets vinden, hoe moeilijk je er nog... Ik ga even een kleine omweg maken en dan kom ik hier weer terug. En dat is niet een, dat is een verhaaltje, moet je even bij me blijven. Want het is niet, ik zeg er expres bij, het is niet om op te scheppen, want het komt zo, anders misschien een beetje over zo. Maar het is gewoon echt een anekdote, het is echt gebeurd. Dit speelt, toen ik 13 was, heb ik, ik speelde klarinet als kind, heb ik auditie gedaan voor Fidelio, 13. En Fidelio is, ik weet niet, mensen een beetje bekend zijn in de muziekwereld, dat is het harmonieorkest van de gemeente Woudenberg. En ik ben daar aangenomen. En opeens zat ik tussen al die andere blazers. Ik zat tussen de klarinetten. Nou, dat was... Maar het was doodeng. En ik zal je zeggen, die eerste repetities... Het was de hele tijd werd er afgetikt voor mij. Want je moet je even uitleggen... Voor de mensen die niet in orkest hebben gespeeld... Je moet als je in orkest speelt naar de dirigent kijken. Want die slaat de maat. Die bepaalt eigenlijk wanneer je moet spelen. Maar je moet ook naar de bladmuziek kijken. Want daarop staat wat je moet spelen. Maar je hebt maar één paar ogen. En eigenlijk ben je altijd overal te laat. Want als de dirigent zo doet... Dan weet je nu beginnen. En dan begon ik. En dan werd er afgetikt. Micha, je bent te laat. Ik denk, ja, ik was aan het wachten tot jij zei dat we konden beginnen. Dus de volgende keer dacht ik, oké, prima joh. Dan stond hij zo klaar. Dat ik, nou, ik begin. Begon ik aftikken. Micha, we zijn nog niet begonnen. Het is echt, het is krankzinnig. Mensen die in een orkest zitten, hebben gezeten, weten dat wat ik nu zeg waar is. Als je ooit in een orkest zit, als de dirigent aan het einde dit doet, dan betekent dat dat iedereen moet stoppen. Ook al ben je pas halverwege de bladmuziek. Krankzinnig. Dus ik zat daar in dat orkest en ik weet... De eerste, nou, 4, 5 weken alleen maar dat geluid van dat tikkende stokje. Het zweetdruppeltjes langs mijn oksel. Dat is wat ik me herinner. Dat de hele tijd zat. En de fout. En thuis. Ik geloof, dus na een week of 5, 6 zat ik tijdens de repetitie in blinde paniek. En opeens dacht ik, ik kan ook niet blazen. En dat ging dus verbijsterend goed. Er is die hele repetitie geen één keer afgetikt. Na afloop kwam Cor, zo heette de dirigent, die kwam naar mij toe. Die zei, Micha, ik wou even zeggen, volgens mij heb jij hem door. En ik weet nog dat ik daar stond en ik denk, hè? Dit was allemaal een soort initiatieritueel, wat een naar. En daarna dacht ik, maar wacht eens even, waar komt dan de muziek vandaan? Maar ik dacht ook, ik ga nu geen moeilijke vraag stellen. Weet je, ik zit erbij. En... Maand later hadden we geloof ik uitvoering. Nou, ik heb nog nooit zo relaxed op het podium gezeten. De hele uitvoering. Eerst een poosje naar de dirigent gekeken. Op geen mijn ouders gezocht in het publiek. Bladmuziek, na afloop alleen maar complimenten. Micha, we hebben geen fout gehoord. Dus, wat heb ik daar nou van geleerd? Want nu zijn we terug waar ik wilde zijn. Dat hoe groter de groep waar je in bevindt, hoe minder je moet zeggen voor optimaal resultaat. Mijn regisseur zei een keertje tegen mij. Het gaat er bij theater niet om wat je zegt. Maar om wat je niet zegt. Hij zei, hoe minder jij zegt, hoe meer het publiek
denkt... Waar denkt hij aan? En ik weet nog dat hij dat zei, dat ik dacht, oké. Maar waar moet ik dan aan denken als het publiek denkt, waar denkt hij aan? En toen zei hij... Hij zei, tel maar tot 50. En ik weet nog dat hij dat zei, dat ik dacht, oké. Okay. Hoe minder ik zeg, hoe meer het publiek meemaakt. Maar daar volgt dan dus uit dat als ik niks zeg, dat ze een topavond hebben. Sterker nog, als ik er niet ben, dan wordt het hilarisch. En dat is het moment dat ik besloten heb om daadwerkelijk een vierde wand te laten bouwen. Daar staat hij, dat is mijn vierde wand. En mijn plan voor vanavond is dat ik nu zo achter de vierde wand verdwijn. En dan... Dan wordt het hier slappe lach, kan ik je vertellen. Want zo gek als jullie het verzinnen, kan ik het nooit maken. Dus dan wordt het helemaal in jullie hoofd. En voor mij ook fijn, want achter die vierde wand kan ik eventjes voor mezelf zijn. Kan ik eventjes iemand zijn zonder dat ik last heb van het beeld dat jullie allemaal van mij hebben. He, achter die vierde wand kan ik dat gevoel hebben wat je hebt als je naar een nieuwe school gaat. Waar niemand je kent. Dat je de klas binnenkomt en je weet... Ik kan op deze school de populairste zijn, de mooiste, de slimste, de grappigste, de meest atletische. Misschien blijkt wel de sukkel van de klas te zijn. Alles kan nog op deze school. Maar 2 dagen later kom je terug op die school en de hele klas weet dat is wie je bent, kom je niet meer vanaf. Achter de vierde wand kan ik nog 1 keer helemaal voor mezelf zijn wie ik ben zonder dat iemand anders zich ermee bemoeit. Ja? Dus ik ga nu achter de vierde wand. En voor jullie zou ik zeggen, haal nog even diep adem. Want dat wordt gieren van het lachen. Nee, ik ga toch zeggen. Ik ga toch nog 1 dingetje vertellen. Want ik heb iets, een bizarre kleine gebeurtenis vandaag meegemaakt. En ik wil het eventjes delen. Het is te leuk. Want, dit is bizar. Raad eens wie ik vandaag tegen ben gekomen in Amsterdam. Uitgerekend vandaag. Herman Koch. snap je dat het krankzinnig is? Ik bedoel, ik doe deze voorstelling 100 keer gespeeld. Vandaag wordt het opgenomen voor de televisie. En wie zit daar opeens? Herman Koch. En ik had zo vaak de voorstelling gedaan dat ik haast was gaan geloven dat ik hem verzonnen had, bij wijze van spreken. Maar opeens, dat was echt helemaal Koch. En het was zo bizar dat ik kon het niet... Ik ben even naar hem toe gegaan. Ik denk, ja, hallo, ik moet even naar hem toe. En ik liep naar hem toe. Hij zat aan een tafeltje in Café de Jaren. En ik zeg, meneer Koch, weet u wie ik ben? En hij kijkt me aan. Hij zegt, ik heb jou nog nooit gezien. Ik zeg, ja, dat ben ik! Mag ik een vraag stellen? Hij zegt, wat wil u weten? Ik zeg, nou die theorie van u, hè, dat je je publiek moet verleiden... zichzelf het verhaal voor te laten liggen. Bent u nou niet bang als je het publiek de vrijheid geeft... om zelf uit uw boeken te halen wat ze willen... dat ze iets heel anders uit het boek halen dan dat wat u erin heeft gestopt? En hij kijkt me aan en hij zegt, ja, daar ga ik wel vanuit. Ik zeg, u gaat me toch niet vertellen dat u al die boeken voor Jan Lul geschreven heeft? Hij zegt, nee, waar heb je het over? Ik zeg, nou laat ik het dan proberen duidelijk te maken wat er aan de hand is. Ik zeg, ik heb de afgelopen 10 jaar namelijk ook een publiek opgebouwd. En die hebben inmiddels ook een beeld van mij. Alleen ik heb het idee dat dat beeld steeds meer is gaan knellen. Dat ik in een soort keurslijf gedrukt word van verwachtingen die zij hebben, die ik niet waar kan maken, die mij meer pijn doen dan dat ze mijn vrijheid... Hij zegt, Micha, mag ik jou een mop vertellen? Ik zeg, natuurlijk, ik ben dol... op moppen. Dus. Nou, zegt Herman. Hij zegt, ken je die mop van die man die naar de kleermaker gaat... om een heel mooi pak te laten maken. Het beste pak van het land. Ik zeg, say no more. Die mop ken ik. Fantastisch. Ja. En hij zegt, waar gaat hij over? Waar gaat hij... Jullie kennen hem niet, ik snap het. Oké, sorry. Maar hij vraagt het toch aan mij? Hij zegt, ja, wat is dit nou voor een krankzinnige situatie? Herman Koch vraagt of ik hem op ken. Ik ken hem al. Voel ik opeens neer. Ja, wij kennen hem niet. Nee, maar het gaat dus niet altijd over jullie. Ja? Hij vertelt, prima.
Dan zal ik vragen of Herman Koch de mop nog een keer vertelt. Dan zullen jullie een leuke avond hebben. Maar kom dan alsjeblieft niet naar afloop als ik dvd's probeer te verkopen in de foyer naar me toe om te zeiken dat het niet helemaal klopt. Dat hij een mop vertelt die elke keer. Weet ik. Maar jullie begonnen. Dit wat er nu gebeurt zou in de vierde wand never nooit gebeurd zijn. Goed, prima. Dus ik zeg, nee, ik ken hem toch niet, Herman. Kan je hem vertellen? Ja hoor, zegt hij. En er komt een man bij de kleermaker en die zegt, ik wil het allermooiste pak van het land hebben. Die kleermaker zegt, dat kan ik voor u maken. Zoekt u mijn stof uit. En hij zoekt de meest fijne Italiaanse stof uit die hij ooit gezien heeft. En die kleermaker is vervolgens ruim anderhalf uur bezig om iedere plooi in het lichaam van die man op te meten. En als hij weggaat, zegt hij, komt u hier over 6 weken terug. Dan heb ik voor u het meest elegante pak van het land met de hand genaaid. En precies 6 weken later staat de man weer in de winkel. Hij krijgt zijn overhemd aan. Hij krijgt zijn jasje aan. Hij krijgt zijn pantalon aan. De spiegel wordt ervoor gereden en de man kijkt. En het eerste wat hij ziet is dat 1 mouw toch echt te lang is. Dus hij zegt, ja, het is een schitterend pak, maar die mouw is toch echt wel te lang, hè? Och, zegt die kleermaker, de kwestie van je schouder een beetje omhoog trekken en dan zit hij eigenlijk prima. Ja, zegt die kleermaker, zegt hij, maar dan gaat dat hele revers gaat bollen. Oh, dan moet je borst naar voren duwen, dat vult zich. Ja, zegt hij, maar als ik mijn borst naar voren duw, dan krijg ik hoog water. Dan ga je door je knieën, zegt de kleermaker. En op dat moment moet de man erkennen dat het pak als gegoten zit. Dus hij rekent af en hij loopt naar huis. En op straat hoort die mensen zeggen, dat is toch knap hè, van zo'n kleermaker. Dat ze voor zo'n mies mannetje zo'n mooi pak kunnen maken. Vind je het geen leuke mop, zegt Herman Koch. Ik vind het een hele leuke mop. Hij zegt, waarom lach je dan niet? Ik zeg, ik kende hem al. Goed. Waar gaat die mop over, zegt hij. Ik zeg, nou, die mop gaat over mij. Ik zeg, ik heb het idee dat ik door mijn publiek in het verkeerde pak genaaid ben. Dat is een perfecte allegorie. Ik heb het idee dat ik ben niet meer vrij. Mensen hebben verwachtingen voor me. Ik zie eruit als een idioot. Hij zegt, Micha, je hebt dus niets van de mop begrepen. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, wat zeggen die mensen tegen dat mannetje als hij over straat loopt? Ze zeggen, wat knap van die kleermaker dat ze voor zo'n mies mannetje zo'n mooi pak hebben gemaakt. Ze vinden het pak goed zitten. Hij zegt, kan het je toch schelen wat mensen van je vinden als hun mening al helemaal vaststaat? Als hun mening helemaal vaststaat en ze vinden het goed, ze vinden het pak mooi. Dan ben je vrij om te doen wat je wil. Ze vinden het toch fantastisch. Wat je ook doet, hun mening ga je niet meer veranderen. Hij zegt, groter dan deze vrijheid ga je niet krijgen. Ik bedoel, je kan doen wat je wil. Je bent letterlijk totaal vrij, want niemand gaat... En op dat moment stond hij op. En dan vind ik persoonlijk, als je een gesprek met iemand voert, vind ik dit een hele prettige afspraak om te communiceren. Maar hij staat helemaal hier. Nog voor ik iets kan zeggen, pakt hij me vol op mijn mond. En we beginnen daar in Café de Jaren heel intens te zoenen. Het kan, ik weet niet of het een kwartier was, het kan een half uur geweest. En het was heel mooi en teder, maar... Ik weet alleen dat hij opeens duwt hij me weg. En ik weet dat ik moest knipperen met mijn ogen om weer een beetje te wennen aan het licht. En hij zegt, Micha, mag ik jou een vraag stellen? Ik zeg, ja. Hij zegt, als jij een meisje zoent, hè, kan jij dan voelen wat zij voelt? Ik zeg, nee, ik kan natuurlijk niet voelen wat zij voelt. Ik voel haar. Nee, zei hij, kan je voelen wat zij voelt? Ik zeg, nee, ik voel wat ik voel en zij voelt wat zij voelt. Maar kan je voelen wat zij voelt? Ik zeg, nee, ik kan toch alleen voelen wat ik zelf voel? Ik heb haar nodig om mezelf te voelen. Hij zegt, precies. Soms heb je een ander nodig om te voelen wie je zelf bent. En zonder de ander besta je niet. Mais j'hésite ce jour est si loin.
N'y croyons pas, disons-nous, toi et moi, qu'on se voit pour la dernière fois. Donne-moi vite tant de baisers, mon amour, que je puisse oublier. Le temps en puise et ma chanson n'aura plus qu'un seul mot, aimer. Que c'est le désir éternel qui s'envole vers toi que j'appelle, les yeux ouverts dans la nuit malgré l'heure qui fuit, en tout bas je redis, bésame mucho. Si je reviens, mon amour, le bonheur va chanter. En hoe denken jullie dat het verder gaat?